Attention, attention. Ik ben op zoek naar de grote helden van de kleine velden. FC Straat is terug. 24 teams deden mee aan de FC Straat Playoffs. 4 teams die in 2 uur de meeste potjes winnen, hebben zich gekwalificeerd voor de FC Straat League. Dit zijn de 4 teams. Apeldoorn, Ede, Amsterdam en ja, de nummer 1 houden we nog even geheim. Zij zijn namelijk de Street Captains en die ga je pas later in deze serie zien als de FC Straat League begint. Nu eerst tijd voor de FC Straat Battles. Activeer drone, welkom bij de FC Straat Battles. Ik ben niet alleen op zoek naar de grote helden, maar juist ook de legendarische velden. We zijn in Amsterdam. Dit is het kruifkoord van de Legends, Gullit en Rijkaard. En dit is de Louis de Visserplein. Daar gaan we later zeker nog een keer heen, maar nu eerst naar het Abdelhak Nouriplein. En dan gaan we naar de teams. Links zie je Amsterdam. Zij gaan spelen in het rood. En aan de rechterkant zie je Team Ede. Dat speelt in blauw. En over kleding gesproken, we hebben een nieuwe collectie gemaakt in een collab met Barlin. Check die nieuwe collectie en meld je nu aan voor de nieuwsbrief. Want je maakt kans op een PS5. Het is game time. Boys, we spelen telkens 3 minuten lang 1 versus 1. Als je verliest, ligt je speler eruit. Als je gelijk speelt, zijn beide spelers eruit. Liggen al je spelers eruit, dan heb je als team verloren. We hebben 1 bijzondere regel. Als je een opzettelijke panna geeft met balbezit, dan krijg je een joker. De eerste ronde. Amsterdam speelt met Daan en Ede met Ibrahim. Sim, wat gaan jullie met de tegenstanders doen? Wat gaat hij zeggen? Ik denk dat wij een beter team hebben. Of afmaken. Afmaken. Sino, van Amsterdam, wat gaan jullie met je tegenstanders doen? Wat gaat hij zeggen? We laten ze zien wie het beste team is. Of ik hou alle ballen tegen. We gaan ze laten zien wie de beste is. Eens even kijken met welke bal we gaan spelen. Yes, dit wordt hem. Boys, ruggen tegen elkaar. En we gaan beginnen in 3, 2, 1, go! Team is vooruit, team is vooruit! Kom maar jullie, kom maar jullie! Oh. Jammer Daan. Daan aan de bal. Tegenover Ibi. Oh, hij gooit Akka naar buiten. En 1-0. Oei. 1-0 voor de boys in Amsterdam. Ibi wil een Akka erin gooien. Daan is sterk. En uit. Schaartje. Oh, schaar naar binnen. Kapbeweging. Daan, hij is moe. Kom op, niet doordrukken. Pittige battle. 3 minuten lijkt weinig, is heel veel. Zeker 1 versus 1. Golasso, Daan. 2-0. Hij is moe. Doordrukken. Ibi. Ibi is iets kleiner dan Daan. En Daan maakt daar goed gebruik van. Oei, die bal blijft kleven. Oh, hij wil een panna geven, maar Ibi heeft het gezien. Ibi, snelheid. Hier is er langs. 3 minuten is geen grap. Redding, en go! Ibi. Ibi doorzetten! Hoi, goede shuffle. En 3-0, het is klaar. Heb je terecht verloren of als je volgende keer nog een keer gaat spelen, dan ga je hem klaren? Ja. Wat gaat hij zeggen? Dat zullen we nog zien. Of... het was onterecht. Dat zullen we zien. De tweede ronde. Amsterdam speelt met Zack en Ede speelt met Mitchell. 3, 2, 1, go! Oh. Ja, dit is een battle. Oh, redding! Ja, hij heeft hem. Actie, Mitchell! Mitchell. Ik geloof Zack. Oeh. Mitchell op sterk. Zack op sterk. Uit! Bal voor Zack, Mitch. Zack, rust. Krijg geen pannen. Game is eigen helft, Zack. 1 versus 1. We zijn op het Abdelhak Nouriplein. Oh! Ja, Mitchell. Mitchell. Oh, dat was wel een hele mooie actie. Oh, wow. Heerlijk, Zack. 1-0. Mitchell staat achter. Oei. Oh, die bal die kleeft. Sino, heerlijk. Tegenover Zack. Zack met het schot. Cornerbal, bal bij Zack. Redding van de keeper.
9. Smoed hoor. 3. Heb je terecht verloren? Wat gaat hij zeggen? Ja, ze waren beter. Of ik vind van niet. Nou, ik vind het eigenlijk van niet. En waarom niet? Dat is slordig of vies. Trouwens, jullie hebben 1 speler minder, hè? Dus jullie mogen sowieso 1 speler voor jullie mag 2 keer ingezet worden. De 3e ronde. Amsterdam speelt met Eli en Ede met Maurits. Go! Oh, hij zit ertussen. Maurits, hè? Maurits tegenover Eli. Maurits. Het is lastig hoor. 1 versus 1 is geen grap. Het is super zwaar. Maar kan Eli toeslaan? Ja, je hebt gelijk. Oh, bewegingen van Eli. Onze linkspoot. En dan gaat hij schieten. Kapbeweging. Oh, weer naar buiten. Jammer Eli, lekker. Eli. Lekker maar. Dit is Eli. Hij is links. Harris, hij is voor jou. Ja, spanning. Ai, ai, ai. Eli zit ertussen. 2-0. Oei, oei, oei. Dit is lastig, zeg. Maurits. Maurits zet Eli in zijn rug. 1 versus 1 is een vak apart. Oh, mooie schaarbeweging. En dan staat hij helemaal aan de buitenkant. Tempo in actie! Niet stoppen! Hij is boom! Jammer Maurits! Maurits, ga door! Laat hem niet rusten! Hey, Eli is weg! Eli is weg! Oh, oké. Okay. Ga even een commentator erbij vragen. Die ken je vast wel. Eli is een baas. Een superbaas. Okay, ja. Hij lijkt een beetje op Neymar, hè? Dus moet je even aan Maurits vragen van of het terecht was. Was het terecht? Wat gaat hij zeggen? Ik vond het half-half. Of? Hij had geluk. Ik vond het half-half niet. Waarom half niet? Ik had ook goede kans. I will chip over the goalkeeper, making fall of the ball in slow motion. Lendo, wij zijn niet alleen commentatoren, we zijn ook scheidsrechters. Hè? Okay. Team Ede heeft 6 spelers. Okay. Dus zij mogen sowieso 1 speler nog een keer inzetten. Okay. Mitch, wie gaat bij jullie trouwens opnieuw tot leven komen? Ik dan. Jij zelf? Okay, dan mag je het hesje weer uitdoen. Oké, okay, wauw. En dan ben je weer back in the game. De 4e ronde. Amsterdam gaat voor de 11-jarige RI en Ede speelt met Tibbe. Oh, wat een schot in het begin. Ede heeft nog niet 1 keer gescoord. Dat is toch best wel zorgwekkend. Ja, dat is wel heel zorgwekkend. Erij, oeh, linkspoortje. Oh, okay. Ja, Rendo, het is prachtig weer. Heerlijk weer. Hier om de hoek kan je lekkere kapsalon halen. Ja, lekker zo. Ja, natuurlijk. Let's go. Tibbe. Maar eerlijk, hou je van kapsalon of eet je wat anders? Ik hou van kapbewegingen, snap je? Kapsalon, wow, jij bent sterk. Jazeker. Kappaboetje. Erij, je moet zoeken. Jammer. Oh, Tibbe, Erij zit terug. Tibbe, wie? Heerlijk. Erij is wel goed in de verdediging, zie ik. Hij kan niet alleen aanvallen, maar ook verdedigen. Tibbe, die gaat tegenover Erij. Erij kan niet... Wat een kap. Hij wil ook een links. Hij is die links. Erij aan de bal, hij heeft zijn linkerbeen. Hij loopt te steken. Wat gaat hij doen? Oh, gaat voor zijn links. En hij schiet. Oké. Okay. Ineens met de comeback komen. Erij, gaat weer aanvallen. Halve schaatje, gaat naar binnen. Oeh, breng je van de bal. Halve pak, dat was gruwelijk geweest. En dan Tibbe, Tibbe. Oei, oei, oei. Maak hem af. Oh, hij gooit rainbow flip. Rainbow flip. Als die was gelukt. En het is tijd. Bro, wat deed je met die tegenstander, man? Wat gaat hij zeggen? Het was geluk. Of gek maken. Gek maken. Hoe oud ben jij? 11. El, je bent ook nog de jongste hier. Ja.
Errai, hou hem in de gaten. Dit is echt para, man. Dit zijn viraal dingen. De goalkeeper, making vallen de bal in slow motion. Wat een goal van Errai. Trouwens, de SC Straat League begint bijna en jij kan erbij zijn. Check dit. Ik ben Tozani en mijn droomproject wordt nu omgetoverd in een evenement waar jij met het hele gezin bij kan zijn. Ik heb het natuurlijk over de FC Straat League en waar de beste straatvoetballers gaan strijden om de titel. Bestel nu snel via fcstraat.com jouw tickets om te genieten van een magische voetbaldag. Vol is vol. Errai, ik krijg gewoon pijn in mijn ei van die actie. Wow. Waarom loop je weg, bro? Omdat ik gewoon para ben. De vijfde ronde. Amsterdam speelt met Denzel en Ede speelt met Jurre. 3, 2, 1, go! Denzel tegenover Jurre. Denzel speelt bij Ajax. Waar speelt Jurre? NEC. Jurre speelt bij NEC. Denzel! Denzel! Ja! Eindelijk. 1-0, Ede is in problemen. Yes, in big trouble. Wow. Hoera! Denzel is voorgesteld. Oh, een paar nog even. Denzel weer aan de bal. Wat doet Denzel? Oh, Denzel gaat voor de panna. Ik zie het. Hij gaat voor de panna. Oh! Zit hij? Zit man. Wow. Man. Kruiskater, maar waar ik vandaan kom, man. Kruiskater, we zijn in Amsterdam. Oh, hier heb je geen kruiskater. 2-0. Door de beentjes. Ede heeft nog steeds niet gescoord. Ik heb ze tijdens de playoffs gezien. Ze waren echt on fire. Ja, geloof ik. Ze hebben een off day. Ze zijn helemaal naar Amsterdam gekomen en ze hebben problemen. De afstandsschot. Ede is in big trouble. Denzel, mag geen grap. Kijk naar ze. Denzel, kijk niet eens naar de bal. Daagt Jurre uit. Jurre denkt, ik laat me niet gek maken. Wow. Kijk eens. Oei. Oh. Oké. Klik klak. Oh, hij wil eroverheen! Hij gaat eroverheen! Jammer voor Denzel. Nee, wacht! Ai. Trouwens, ik ben wel blij dat Mitchell nog een keer aan de slag gaat. Want Mitchell is echt goed in 1 versus 1. Het kwam er net niet lekker uit. Dan. Oh, lekker Denzel! Denzel, wat doe jij? Ik doe Ede maakt een stuk op playoffs, maar jullie maken geen grappen hier. Wat gaat hij zeggen? Ik ben de grappigste thuis. Of wij zijn niet gekomen om grappen te maken. We zijn niet gekomen om grappen te maken, maar om te winnen. Hij was groot, hij was sterk, technisch. Was het een terechte overwinning? Wat gaat hij zeggen? Ja, ik vind van wel. Of hij had geluk dat ik last van mijn been heb. Ja, ik vind van wel. Ja, hè? Kom aan, bro. Dat betekent dat de boys uit Ede nog maar 1 speler over hebben. Normaal doen we dit niet, maar ze hebben echt een goede reden. De laatste speler die is geblesseerd en daarom mag 1 van hun spelers 2 keer. Anders is het niet eerlijk, ze hebben beide 7 spelers. Logisch. Mitchell, jij bent opnieuw tot leven gekomen. Ik heb zoveel mooie dingen van jou gezien. Dus ik hoop dat we dat vandaag ook echt gaan zien. De 6e ronde. Amsterdam speelt met Burak en Ede speelt met Mitchell. 3, 2, 1, go! Oké, Mitchell. Oeh, dat is wel gevaarlijk wat hij doet. Bewegen. Burak, hij gaat voor de panna. Maar Mitchell ziet dat. Oké, het is een heftige strijd. Mitch. Wat doet hij? Oh, hij voor die achterstand Akka. Achterstand B Akka. Hij is aan het zoeken. Burak en de bal. Bal voor Burak. Oh! Wat dom! Burak, jij bent ongeveer! Hij gooit rainbow flick. Weet je hoe moeilijk dat is? Burak, dek ze rechts af, dek ze rechts af. Ik heb die. Ai. Oh, het zou wel mooi zijn als hij dat doet. Burak wil teruggeven. Burak wil scoren, kom maar. Maar als je die jongen te veel laat doen, dan gaat hij een panna geven. Als ze gelijk spelen, dan is het ook klaar voor 1. Prikken. Van de keeper. Burak met links. Mitch is bezig met een missie. En hopelijk kan hij 1 van zijn spelers terughalen, denk ik. Oh, hij wil die panna geven. Hij wil hem echt geven. Burak, dek ze rechts af. Hij wordt er rechts af. Hij ziet wat er gaande is. Hij is natuurlijk ook rechts, kan niet ook met links. Oh. Maar hij wil voor die panna gaan natuurlijk. Oh, bal voor Mitchell. Hij moet zijn rechts afdekken, anders gaat hij schieten met zijn links. Ja, maar anders gaat hij denken met zijn rechts gaan. Oh, big shot.
Oh, maar Boerhoek heeft het gelezen. Ja, ja. Boerhoek heeft het gelezen. Oh, jammer. Hij kan niet afmaken. Hij kan niet afmaken. Oh, wat een redding. Wat een redding van de keeper. Die moet zitten. Ja! Van Boerhoek. De panna. Oh. En dan? Mitchell. Oké, Mitchell aan de bal. Mitchell aan de bal. Hij doet schaar. Oh, hij doet schaar. En dan? Keeper weet wat hij doet. Austin is echt een dingetje. Goed. Hij heeft een bom zit! Yes! Hij heeft een pannen gegeven. Als hij nu wint, kan hij twee keer iets doen, hè? Boerhoek, heb je! Ja! Wat een goal van Boerhoek. Heel goed berekend. Die panna boeit niet. Mitchell heeft een panna gegeven opzettelijk met balbezit. Dat betekent dat hij een joker heeft. Dat betekent dat je een uitgeschakelde speler, inclusief jezelf, weer terug tot leven kan brengen. Welke keuze ga je maken? Hoe ga je... Even afspraken. Oké. Mitchell, doe het zelf. Oké, ik ga zelf. Want jij kan er wel best een panna maken. De zevende ronde. Amsterdam gaat weer met Denzel en Ede speelt weer met Mitchell. We zijn wel getrakteerd op de eerste battles. Kijk, Amsterdam is echt een maat te groot. Mm-hmm. Maar ik weet dat Ede beter kan. Ik heb ze daarvoor ook gezien. Vooral met hoe ze rondspelen normaal. Ja, straks klopt. In de FC Straat League moeten we het nog maar nee, gaan zien. Nee, het gaan afmaken. Dit is 1 versus 1 battles, maar later spelen ze in de FC Straat League gewoon 4 tegen 4. Zeker. Street Captains, je bent benieuwd wie dat zijn. Dat ga je pas in de league zien. Oké. Go! Hey Denzel, super! En niet vergeten, Mitchell is ook fysiek. Hij heeft al, dit is zijn derde potje. Klopt, klopt, klopt. Het zijn zware potjes heel geweest. Hij gaat niks regelen. Hier komt hij. Mitchell. Hij is wel publiekslieveling. Hij laat het zien. Moet je kijken. Hij maakt mooie skills. Denzel staat sterk. Links. Ik dacht dat Denzel alleen maar een model was voor Touzani, maar deze man kan goed voetballen. Hij kan heel goed voetballen voor bij Ajax. Bij Ajax. Ja. Dat is een ping, ping, bang. Hoppa, let's go. Oeh, hij is een prankje die jong dingen. Yes. Oh, hij gaat op de bal staan. Mooie dingen, man. Terwijl die achter staat. Oeh, 1-1. Wat een goal. Ik wil even zien, nu is het een battle. Als dat een panna was, maar als telt niet. En dan snelheid van Denzel. Oké. Wat is gedaan hoor? Wat een redding van wat Sino. Wat een mooie voetballer. Wat een redding van Sino. Ja, wat een redding van Sino. Ja, zeker. Sorry, mogen we niet vergeten. Het is voor mij, het is voor mij. Ja, oké, is een discussie met de scheids. Waar staat over gaan, Mitchell is echt aan het rekken. Die is wel echt super moe. Kijk, maar ik denk dat Denzel dat nu ziet. Hij gaat moe. Denzel gaat waarschijnlijk versnellen. Ja. Hij denkt, Mitchell is moe. Nee, Mitchell kijkt in zijn ogen, zie je het. Klaar. Oké. Oh, gaan we nog mooie acties zien? Gaan we nog acties zien? Spannend. Ik vind het gewoon spannend. Wacht. Denzel! Ja, los. Het is klaar. Ik zeg, het was wel een vette battle, ondanks dat het eigenlijk niet heel erg spannend was. Okay. Hebben we wel mooie dingen gezien. Nee, luister, ik ga je eerlijk zeggen, als ik even jong als hun was, zou ik dit ook willen spelen. Ja, maar ik je bent niet even jong als hun. En trouwens, deze was voor Saus. Ik weet niet met wie jij, weet toch? Commentator. Ja, tot de volgende keer. Check het.